We zijn op dit moment onderweg naar een vuurwerkwinkel, wederom in België. Ik denk ongeveer anderhalve maand geleden waren we al geweest naar Ole. Zijn we in Baarle geweest, maar we gaan nu naar Maaseik. Daar zit Salon Roger. En ze hebben altijd hele unieke producten, waaronder producten van Alfa, die lijn. En ook van Tropic, waaronder die Scream Cakes. Die Scream Cakes zien jullie eigenlijk ieder jaar in de compilatie. En specifiek daarvoor gaan we nu naar België. Ik wil wel even erbij zeggen, ondanks dat ik weet dat heel veel mensen dit niet geloven. Wij nemen het vuurwerk niet mee, maar we willen die cakes reserveren. En hebben we altijd iemand hier in België zitten die die cakes even voor ons opslaat. Zodat we met oud en nieuw die cakes op locatie hier kunnen gaan afsteken. En dat gaan jullie ook zien met oud en nieuw, dat het gewoon in België is. We moeten op dit moment nog 7 minuten rijden, want we zijn al in België. En ik hoor jullie al denken, ook naar aanleiding van de titel. Maar in deze periode, december, is er natuurlijk wel kans op controle. En ja, dat is logisch, want iedereen, nou niet iedereen, maar de meeste mensen beginnen nu pas aan vuurwerk te denken. Dus die gaan naar België om het nu al in huis te hebben. En ze denken ook goedkoper, harder vuurwerk en dat soort dingen. Dus we gaan specifiek ook even controleren of er politiecontrole staat. En of we misschien iets op beeld kunnen krijgen voor jullie. Net zonder dat de camera aanstond, zagen we wel wat politie staan bij tankstations en dat soort dingen. Maar of die echt specifiek naar vuurwerk zochten, weet ik niet. Misschien ook gewoon ja, grenscontroles. Of ze waren gewoon aan het chillen, kan ook gewoon. Maar we komen zo meteen aan bij de winkel. Misschien zien we daar wel politie, dan zien jullie dat daar wel. En ik hoop dat het trouwens heel erg rustig is. Want dan kunnen we even rustig filmen voor jullie. Want bij Salon Roger is het vaak in december echt chaos. Waardoor we ook wat minder goed kunnen filmen. Ja, dat was het bord van Maaseik, jongens. Rustig verkeer hier. Het ziet er niet uit alsof mensen nu al bezig zijn met vuurwerk, ook al is het december. Yes, jongens, achter mij zien jullie de Salon Roger vuurwerk. Ik weet nooit hoe je het uitspreekt, maar Salon Roger, Salon Roger. De winkel is niet heel erg druk, gelukkig, als ik naar binnen kijk. En ik kijk even snel mee. Het zijn een paar mensen. Dus we gaan zo meteen even binnen kijken wat ze allemaal hebben. Wij gaan specifiek natuurlijk voor de Tropic Scream Cake, die altijd in de compilatie te zien is. En normaal gesproken komen we hier dus in het weekend. En dan staat de rij. Nou, dan zie je nog wel een rij binnen. Dus we kunnen nu volgens mij wel wat leuke dingen gaan filmen voor jullie. Laten we precies zien wat ze hebben. We zitten nu natuurlijk door de week, wel al in december. Dus waarschijnlijk hebben ze de lockdown nog op voorraad van Alfa en dat soort dingen, die pijlen. Normaal gesproken als we dus in het weekend gingen, later nog in december, dan was het allemaal uitverkocht. Dan moest je echt gaan kijken van wat hebben jullie nog liggen. Dat zal dus nu niet het geval zijn. We gaan even snel naar binnen kijken wat ze hebben. Let's go. We zijn binnen bij Salon Roger, jongens. Zoals jullie zien achter mij, een hoop dozen. Boven een mooie sfeer door mooie vlinders die ze hier ter decoratie hangen. Gaan we hier kijken. Hier hebben ze dus nog die matten, zoals je kan zien. Die traagmat. Hoe ziek is dat? Hier heb je mooie cakes van Alfa. En ik weet dat deze altijd heel snel uitverkocht waren. Altijd als we hier kwamen hadden ze wel iets nieuws. Waaronder de lockdown bijvoorbeeld. Maar nu, zo te zien, is alles gewoon wel op voorraad. Dus we gaan even kijken wat er een beetje handig is om te halen. Maar wij komen wel specifiek voor die Tropics. Van Salut, die Tropic Scream. 2 voor 75. En voor de mensen die de Polen video's hadden gezien, die zagen dat één zo'n cake al 75 euro kostte in Polen. Dus dit is gewoon een veel realistischere prijs. Je hebt de Alfa lijn, die pijlen die staan ook heel goed bekend. De 2,5 inch Shell Rockets. Ik denk dat de mensen dat wel kunnen zien op beeld. Maar goed, met pijlen moet je altijd uitkijken, want die mogen natuurlijk in Nederland niet. Dus als je die meeneemt naar Nederland, jongens, strafbaar. En ik zei het net ook al tegen de cameraman. Maar als je bijvoorbeeld iets illegaals bij je hebt, dan is ook het legale gelijk illegaal. Dus kijk ermee uit. En ik zit eraan te denken, en de cameraman die zei eigenlijk dat het prima was, dat we zometeen even wat gaan stoken. Gewoon even wat knalvuurwerk halen. En dan hier in de regio even wat gaan testen. Dus ik ga dadelijk aan de mensen hier vragen van wat is het hardste wat jullie verkopen. Hier heb je de 1,2 inch Big Shots. Die hadden we vorig jaar. Mooie Tunnekings, zo noemen wij ze, single shots. Maar ook helaas in Nederland natuurlijk niet. Toegestaan. Ik kijk deze dan. Krijg je een bals van Dumbun? Nooit gezien. Daar heb je die grote vlinders. 10 stuks. Misschien is dat wel een mooie om zo meteen even te stoken. We hebben trouwens onderweg geen politie gezien. Dus geen controles waarschijnlijk op de dag dat wij hier naartoe gaan. Het kan altijd anders zijn op het moment dat jij gaat. Maar
Misschien op de terugweg nog, we gaan even kijken. Wat hebben we hier nog? Pools vuurwerk. Poolse knallers. Nou jongens, dit is dus de winkel. Zonder mensen. Salo Roger. Zo, kijk deze dingen trouwens. Hey, check dit dan. Die is sick. Die. 380 shots, serieus? Die had vorig jaar toch zo'n kaars. Ik? Ja. Nee, niet bas- van erop, ik, maar van... Bazooka had ik ooit. Ja. Nou, ik vind Alpha wel echt een hele mooie lijn, man. Elk jaar te zien in de compilatie, jongens. De beste. En het, eigenlijk is het geen scream, maar het eerder gewoon gekrijs wat je hoort in de video. Nou, hier heb je dus de dummy shells, die ze altijd hier zo hebben. Het is wel grappig om altijd even te zien. Kijk, hè. Dit is volgens mij 8 inch of zo. Hoeveel was dit? Nou, het staat er niet op, maar 8 volgens mij. Met kleinere shells. Verkochten ze die maar. Maar besef gewoon dat ooit deze in Nederland gewoon te, of in België gewoon te koop waren, legaal. Net even met de eigenaar gesproken hier. Hij zei zelf ook. Die screams die gaan als een gek. Maar ook die Blazing Diamonds. Het is echt een populaire. 1,2 inch Blazing Diamonds voor €180. Mooie producten. En wat we ook wilden, want we zaten even na te denken van we willen zo meteen wel even wat gaan stoken voor jullie. Maar wat? Ja, dat is dus de Xula uit Valencia geworden. Heb ik zelf nog nooit gehad. Maar het is dus een van de hardste knallers die ze hier verkopen. Samen met de Megatresk. Dus we dachten van, weet je wat, we gaan zo meteen gelijk even naar de locatie om hem af te steken. Dan horen jullie inderdaad op beeld ook hoe hard hij is. Fakkels. Ik heb wat gehoord over fakkels in België, dat die eruit gaan. Dus dat is heel zonde, maar ja, bijna alle voetballiefhebbers halen die fakkels altijd in België. Vooral die gele. Met dat ding, dat je dan zo'n dingetje eraf haalt en je haalt een streek op en dat die dan aangaat. Ik heb dus gehoord dat ze uit België verdwijnen vanaf januari. Nou jongens, zoals beloofd, de Screamcake. Die gaan we even in België afzetten. Moet je kijken. We hebben er meerdere cakes gehaald. Met oud en nieuw kunnen we ze gaan stoken. Van Tropic. We staan hier dus geparkeerd. Maar een mooi terreintje. Salo Roger is een van mijn favoriete winkels in België. Omdat ze dus verschillende soorten vuurwerk verkopen. Zo moet je denken aan die Alpha lijn die ze hebben. Ze hebben van Salo Roger zelf die knallers, et cetera. Vergeet ik iets? Zelfs van Cafferata in Nederland hebben ze. Poolse nitraat hebben ze ook. Dus het is een van mijn favoriete winkels. Omdat het natuurlijk nu wel een beetje lastig is in België. Of in Baarle met het knalvuurwerk. En dingen die op voorraad, die niet op voorraad zijn. Dus een van mijn favoriete winkels, al is het voor ons wel een best wel eind rijden. Het zit namelijk een beetje bij Limburg over de grens. En dat duurt nog, en dat is nog wel even rijden. Dus dat is wel fokt op. Maar goed, daarom gaan we ieder jaar maar één keer. Laat even weten in de comments, jongens, of jullie ook naar België gaan. Of waar jullie heen gaan. En of jullie misschien tips hebben voor ons. Wat voor mooie cakes, bijvoorbeeld van Salo Roger. Misschien gaan we dat nog wel even regelen voor de compilatie. We gaan zo even kijken onderweg of er controle is. Maar de winkel zelf zei net tegen mij, bijna geen controle. Dus één keertje een keer een controle geweest. Maar dat was eerder in de winkel, rondom de winkel zelf van de Belgische politie. Maar wij gaan het zo meteen zien hoe het is in december. Zoals afgesproken staan we op locatie. En willen deze even voor jullie af gaan steken om ze te testen. Heel eerlijk gezegd werd er verteld dat dit een van de betere zijn die ze nu nog verkopen hier. Een Spaanse vlinder, of een Spaanse nitraat. Ik hoop dat jullie mij goed verstaan, want het is echt keihard aan het waaien hier. Even kijken hoe ze eruit zien. Goed verpakt. Lijkt een beetje op Ugly Joe's. Ik vind ze wel heel mooi, eerlijk gezegd. Toch? Ja, man. Het zijn mooie dingetjes. Ze zien er gewoon strak uit. Precies. Ik zou zeggen, laten we maar de eerste doen. En dan doen we gewoon even een stooktestie. Klaar voor? Komt-ie. Ja, ze waren dus met geel. Maar lange na natuurlijk niet zo goed als de Ugly Joes waren. Even stooksessie.
Wat koud, hè? Ja, man. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we even wat gestookt voor jullie. Ik dacht bij mezelf van, we hebben nu meerdere shopvideo's gedaan. En eigenlijk hebben we niet even wat gestookt voor jullie. En ik dacht nu bij mezelf van, weet je wat, we halen gewoon even een goed pakje nitraten. En die stoken we even op. En deze lijken dus op de Ugly Joe's. Waren 1 gram, inclusief de geel. Dus ik vond het op zich wel een goede knal. Je moet het natuurlijk niet vergelijken met 3 jaar geleden. Of echt die van die P1 knallers. Want dat zijn ze natuurlijk niet. Alleen het zijn wel gewoon een van de betere nitraten nu nog te koop in België of knalvuurwerk.